Nielis. Zoek Bosman. Daar is Bosman. Kom aan, kom Bosman. En een goede save van de vlieger dit keer. Johnny Bosman. Bruikbare bal om te koppen, maar de vlieger ligt in de hoek. Vrij snel ben ik toch wat talent te hebben, dus ben ik eigenlijk op mijn 13 bij Beveren terechtgekomen. En ik heb er uiteindelijk toch 10 jaar rondgelopen, 5 jaar bij de jeugd en 5 jaar bij de eerste ploeg. Na 5 minuten de grijze oog in oog met de vlieger, maar die verdedigt voorlopig nog de belangen van Beveren. Als je vroeger bij een subtopper speelde in de eerste klasse, dan kwam je oftewel bij Anderlecht, oftewel bij Club Brugge terecht. En uiteindelijk is men ook bij mij terechtgekomen. Als talentvolle doelman, jonge doelman bij de nationale ploeg ook, had ik de interesse opgewekt. En heb ik uiteindelijk een contract getekend bij Anderlecht, maar ben ik nog een jaar bij Bever blijven spelen. Hebben ze mij nog een jaar uitgeleend. Maar uiteindelijk, het seizoen 94-95, ben ik richting Anderlecht gekomen. Ja. En ja, oké. Als je kan kiezen voor een club als Anderlecht, dan is die keuze ook vrij snel gemaakt natuurlijk. Ah, Geert. Hoe is het, jongen? Ik had u niet herkend. Ik zeg maar, waar de knappe gast staat, Torna. Hier, hè. Sommige dingen veranderen niet, hè. Je bent wel onder indruk van de club aan zich natuurlijk, hè. De grandeur die daarvan uitgaat. Ik had 4, 5 jaar eerste klas voetbal achter de rug met SK Beveren toen. Maar ik moet zeggen, de dag dat je dan hier binnenstapt en hier het dagdagelijkse meemaakt en de beleving meemaakt en de druk meemaakt en de goede dagen en de slechte dagen, ik moet het niet vertellen, dat is toch van een andere grootorde. Dus het was toch wel even flink aanpassen. Geert de Vlieger houdt Remco Torke tot 3 keer toe van een doelpunt. Het blijven 2 ex-clubs natuurlijk. Hè. Het is ondertussen wel Waasland-Beveren geworden, maar dat blijft toch altijd nog de Freetiel waar ik zelf een 10-tal jaar rondgelopen heb. Dus dat trekt nog altijd een speciale aandacht. En ik wil wel eens kijken nu hoe en het nieuwe Anderlecht onder Frutos en het nieuwe Waasland-Beveren onder Clément, hoe die zich gaan verhouden. Hè. Want het is inderdaad duidelijk dat Philippe Clément met Waasland-Beveren aan een mooi verhaal bezig is. Dat hij er iets in gang gezet heeft. En ik denk dat Frutos op dit moment de komende weken gaat proberen hetzelfde te doen met Anderlecht.